Hallo, ik ben Robin. En ik ben Jan. Vandaag gaan we het hebben over de geschiedenis van stad Amsterdam. Het kasteel heeft een rijke geschiedenis. We gaan het meenemen om te proberen een stukje van deze geschiedenis te laten zien. En het kasteel is rond 1280 gebouwd. De opdrachtgever is de heer van Zoutenbad. Deze man is een Utrechtse stadsbestuurder. In deze tijd was het kasteel een waken voor degene die de stad maakte. Het is pas een eeuw later dat de domtoren deze functie overnam. Kom, dan gaan we kijken of we naar binnen kunnen. De ridderzaal. Het is een 8 meter hoge zaal, hoewel er toen voorzitter de stootplaats werd aangelegd, is het bijna onmogelijk deze ruimte te verwarmen. Op hoger gelegen verdieping is zelfs geen stootplaats gepland. Dus het is niet zo gek dat er naast het hoofdhuis een kleine zijhuis werd gebouwd voor permanente bewoners. De weerwerkhuizen waarvan er meer van zijn aan de oude gracht, zoals de huizen Lichtenberg, Drakenburg en Vredenburg, worden naar de Keizerhaven genoemd. Ze heeft geen leider van overtuigd dat dit kasteel eerst zou hebben gegeven. En nu dankt het zijn naam aan zijn latere eigenaar Dirk van Houdaal. Houdaal werd later van kastelen voorzien. Waardoor het gebouw de indruk wekt om de vechthandelingen berekend te zijn. Dit geldt alleen als verdediging waar gebouwd is. Somber schoot gelost in 1528. Had Karel V. opdracht gegeven het slot Vredenburg te bouwen. En de burg die de Utrechters had moeten beschermen voor zo lang samenhand een bedreiging voor de stad, zeker als de Spanjaarden steeds meer agressie tonen. Dan is de Maas vol en Utrecht door de Duitse soldaten om hier een eiland te maken. Rond de burg wordt een cordon gelegd en ook in Houdaan wordt het geschut in de stelling gebracht. Op 2 mei 1577 was de strijd los. Eerst wordt Houdaan door Spaanse kanonnen beschoten, maar uiteindelijk worden de Spanjaarden verslagen. Vredenburg is na afloop een overgevaar nodig. Het vrijgekomen terrein zal voortaan dienst doen als veemarkt. En doet zijn naam weer eer aan. Het verhaal gaat dat er nog kogelgaten in de achtergevel zitten. Wij gaan kijken of we dat mogen zien. Ik zie geen kogelgaten. Toch zijn dit niet kanonskogels zijn die erin zitten? Ja. Maar dat zijn niet de echte kanonskogels, denk ik. Denk het ook niet. In de loop van de eeuw wordt er nog veel gebouwd aan Houdaan. Het wordt bewoonbaar gemaakt door middel van ramen, verlaagde plafonds en dergelijke. In 1728 dient het kamp als onderkomen voor de Franse gezant de Polignac, een van de belangrijkste onderhandelaars tijdens de Vrede van Utrecht. Halverwege de 18e eeuw wordt het nog één keer ingrijpend gemoderniseerd en in 1758 aan de hervormde gemeente verkocht voor 16.000 gulden en krijgt het een heel andere bestemming. 2 eeuwen lang verkeert het als bejaardenhuis voor arme mensen. Dan wordt er weer vertimmerd. Het huidige proeflokaal wordt ingericht als aparte eetzaal voor mannen en vrouwen. Op de eerste verdieping worden slaapzalen ingericht en Houdaan biedt plaats aan 160 inwoners. Het zal tot 1965 duren voordat de laatste ouderen het stadskasteel verlaten. Gelukkig gaat de sloop en bouwdrift kenmerkend voor de jaren 60. Van vorige eeuw Houdaan voorbij. In 1967 wordt het voor 1,5 miljoen gulden verkocht aan katholieke studenten.
vereniging Veritas. Restauratie is er echter te kostbaar. Gelukkig gaat het Utrechts Monumentenfonds zich erover buigen. Er blijkt dat het gebouw in een periode van 5 jaar meer schade heeft opgelopen dan de 20 eeuwen hiervoor. Maar als Utrecht 1 miljoen beschikbaar stelt voor restauratie, wordt alles door de architect hersteld. Zo ook achter de gevel met de kanonskogel naar de toestand uit 1577. In 1987 komt de horeca bestemming die tot het op de dag vandaag nog is. Dit is de geschiedenis van het stadskasteel van Oudalen.